Het is ziek koud in mijn huis. Het vriest hier gewoon binnen. Nee, dat is niet waar. Nee, ik had mijn haar nog niet gedaan. Ik kwam net van buiten. Dus ik dacht, ik hou mijn muts gewoon lekker op. Het is wel lekker warm hoor. Ja, 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 zeker. In deze koude tijden mag dat wel. Maar in ieder geval, deze video. We gaan nog dozen openen. Want eigenlijk zijn de dozen al lang weg. Want dat weten jullie natuurlijk. Met de afgelopen update zijn ze weggegaan. Maar ik dacht, hoe leuk zou het zijn als ik alvast een video van tevoren maak. En die dan gewoon 2 weken later upload. Dat de dozen al lang weg zijn. Dat we dan nog een dozenopening hebben. Nou, en dat is deze video. Dus we hebben gewoon een dozenopening. Terwijl dat zal weg zijn. Hoe nice is dat? En dat doen we door middel van al deze doei-doei dozenaanbiedingen. Dat zijn er in totaal behoorlijk wat. Maar ze zijn 8 keer zo voordelig. Je krijgt 10 megadozen, 10 grote dozen en 10 blauwe dozen. Voor 150 edelstenen. Dat is best wel nice. Voor de rest heb je hier ook nog 1 megadoos, 1 grote doos en 1 zo'n blauwe doos. En hier kan je ze ook nog allemaal loskopen. En ik ga ze dus allemaal kopen. En als het goed is, hou ik ook nog edelstenen over, want ik ga in totaal voor 24 euro aan edelstenen kopen. En dan, nou, dan kunnen we misschien een paar leuke knokkers krijgen, want ik zit op een account waar ik nog vet veel knokkers kan krijgen. Dus ik ben benieuwd, wat denken jullie? Ga ik een legendarische, mythische, epische Romeins knokker? Wat ga ik krijgen? Laat het maar weten in de comments. En als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog, 1000 likes. Ja, dat zou gewaardeerd worden. Met 2000, nee, weet je wat? We gaan een keertje lijp doen. 5000 likes voor deze laatste doosopening video. Wordt gewaardeerd. En vergeet ook dus niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En voor Bouws aan mijn kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Maar laten we maar beginnen. De code Bouws is natuurlijk al ingevuld voordat ik een aankoop doe. Wordt dus gewaardeerd als jullie dat ook doen. Dan supporten jullie deze jongen daar een klein beetje mee. Ja, nee, volgens mij is het nu in 1 maand lang 10%. In de maand december kreeg ik 10%. Maar misschien dat deze video daarna al online komt. Ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, normaal gesproken krijg ik 5% van een aankoopbedrag. Maar in de maand december hadden ze iets dat ze dachten, nou, dan gunnen we onze creators ook iets meer. Dan krijgen we 10%. Dus stel je koopt een tientje, dan krijg ik 1 euro. Ja, daar komt het ongeveer op neer. Dus ik heb van die 24 euro die ik nu heb gekocht, heb ik zelfs 2 euro en 40 cent terugverdiend. Ja, maar anders nog maak ik gewoon dik verlies natuurlijk op al die dozen. Maar laten we maar beginnen. Dan beginnen we gewoon lekker klein. En dan gaan we langzaam rand omhoog. Dan ben ik benieuwd wat we allemaal gaan krijgen. En ik kan trouwens misschien wat knokkers gaan upgraden. Ik heb al een aantal kracht level 7. Ik zal even op kracht level selecteren. Dan ga ik gewoon nog upgraden. En misschien dat we dan nog extra gadgets en zo kunnen krijgen. Zal wel leuk zijn. Poco, die hebben we nu inderdaad kracht level 7. Janette, nou dat gaat sowieso niet lukken. En hier heb ik minder van. Nee, oké, alleen Poco, kom. Nou ja, dan gaan we nu lekker door met dozen openen. 5 edelstenen voor 1 grote doos. Dat is een prima deal. Maar ja, deze deal is nog beter. 10 edelstenen voor een megadoos. Ja, normaal gesproken kost 1 zo'n megadoos ongeveer 5 euro. Nou ja, voor 10 edelstenen dan heb je natuurlijk een veel goedkopere deal. Dus ik ben er blij mee. Ja, alleen is het jammer dat we nu helemaal niks krijgen. We moeten wel wat gaan krijgen in deze video. Anders zou het wel echt shit zijn. Maar nu krijgen we in ieder geval een megadoos, grote doos en een knokdoos. En we beginnen nu met 6 gesterrende items. Dus dit kan al een knokker zijn. Gaan we knokken krijgen uit deze laatste doosopening? Nee, het is een gadget. Maar hey, alsnog nice. Ja, ik vind knokkers wel leuker om te krijgen. Maar gadgets zijn ook goed. En we krijgen nu een grote doos. En die krijgen we ook meteen een resterende item uit. En het is weer een gadget. Oké, 2 gadgets achter elkaar. Maar uit de megadoos en een grote doos is dat alsnog dikke prima. En de knokdoos, daar krijgen we niks uit. Maar we hebben nu in totaal nog 330 edelstenen. We kunnen sowieso deze aanbieding kopen met 10 megadozen. Maar dan moeten we even kijken wat we daarna gaan doen. We kunnen namelijk verschillende aanbiedingen kopen, waardoor we nog megadozen erbij krijgen. We kunnen ook zo'n epische knokker doen met nog 2 megadozen erbij. Dat kan ook. Nou ja, we zien het wel. We gaan eerst deze kopen. Deze ga ik sowieso openen. 10 megadozen, 10 grote dozen en 10 knokdozen. Nou, als we nu niet iets goeds krijgen, dan weet ik het ook niet meer. 1 knokker zou toch moeten kunnen, zou je denken. En we beginnen nu ook met 6 gesterrende items. Dus dat is mooi. Trouwens, even checken. De opnames, ja, die lopen. Ik heb wel eens gehad dat met zo'n doosopening dat de opnames niet lopen. En dan kan je helemaal niks. Dan kan je het gewoon weer weggooien. Allemaal geld uitgeven voor helemaal niks. Maar dat is nu gelukkig niet het geval. Maar laten we deze doos maar verder openen in 3 seconden. 3, 2,
1 en het is een knokker! Colonel Raps, hoppa! Toch nog even een nieuwe knokker in deze laatste doosopening video. We hebben nu in totaal 5 chromatische knokkers op dit account. Maar we hebben er nog 10 te gaan, dus we kunnen nog zatte chromatische knokkers krijgen. Maar in ieder geval mooi dat de eerste binnen is. En we hebben nu nog 9 megadozen te gaan. Dan nog 10 grote dozen en dan nog 10 knokdozen. Ik ben benieuwd of we in een van die 10 knokdozen ook nog iets gaan krijgen. Die kans is wel klein, maar die kans is wel aanwezig, weet je. Ondanks dat je uit zo'n knokdoos vaak niks krijgt. Je kan met heel veel mazzel wel in één keer iets goeds krijgen. Maar we hebben weer 6 resterende items. De spanning, sensatie. Wat gaan we hieruit krijgen? Het is weer een knokker! Hey, 2 nieuwe knokkers. Dus dat betekent dat we nu eigenlijk al een geslaagde video hebben. We hebben nu Daryl gekregen. We hebben Ruffs gekregen. Ik zal trouwens even noteren dat ik niet vergeet hoeveel we een beetje hebben gekregen. Dan kunnen we aan het eind precies een beetje zien hoeveel we van alles hebben gekregen. Oké, staat genoteerd. En dan gaan we nu lekker door met het openen van dozen. Als we nog een knokker erbij krijgen, dat zou helemaal nice zijn. Trouwens, in die aanbieding van zometeen, die kunnen we misschien kopen, krijgen we 2 megadozen met gegarandeerd een epische knokker. Dus in principe hebben we dan sowieso al 3 knokkers. Maar we hebben nu weer een resterende item. Dus misschien dat we nu ook alweer een knokker gaan krijgen. We gaan het zien. Nee, het is een gadget. Maar dat betekent dan wel dat we 3 gadgets in totaal hebben gekregen. En dus 2 knokkers tot nu toe. Al met al, een prima aanbieding. Ja, dat zie je zeker. 150 edelstenen. Veel beter dan dit ga je niet krijgen. Maar we hebben 6 resterende items. Dan ben ik benieuwd. Komt ie, hè? Resterende item 1. En dan gaan we nu drukken. En dan is het weer een gadget. Oké, dan hebben we nu in totaal 4 gadgets gekregen. Wat natuurlijk op zich al wel netjes is. En 2 knokkers. Maar ik hoop eigenlijk nog dat we even een knokker erbij kunnen krijgen. Nog 1 knokker uit deze aanbieding. We gaan nu naar de grote dozen. Dus dat betekent dat we nu 10 grote dozen hebben. Daarna 10 knokdozen. Maar uit één van deze grote dozen iets krijgen. Zal mooi zijn. Maar die kleine, die kans is wel wat kleiner. Nee, nu ook weer niks. Volgende ook weer niks. Come on. En nee, ook weer niks, jongen. Geef deze jongen even een resterende item. Kijk, al die krachtpunten op dit account boeien me niet heel veel. Ik wil gewoon knokkers krijgen. En we hebben nu een resterende item. En ik heb zo'n idee dat het nu een knokker is. Let maar op. Mark my words. 3, 2, 1. Ash. Ah. Oké, maar het is wel sterrenkracht. En oké, ik had dus geen gelijk dat we knokken zouden krijgen. Maar sterrenkracht, ik zal het even noteren. Hebben we er nu ook eentje van gekregen. En dat betekent dat we dus nu 4 gadgets, 1 sterrenkracht en 2 knokkers hebben gekregen. Dus in totaal al 7 verschillende items. Dus met een beetje mazzel gaan we de 10 halen. We zijn nu trouwens bij de knokdozen beland. Dus als we nu iets krijgen, dan zou dat echt bizar zijn. Nee, die kans is wel echt heel klein dat we nu iets gaan krijgen. We krijgen een knokker uit de knokdoos. Lol, we krijgen weer eentje. We krijgen de 3e knokker van deze video. En dit keer is het Gus. Ook natuurlijk een super zeldzame knokker. Met 3 knokkers. En we gaan zo meteen sowieso nog 1 krijgen. Dus we hebben sowieso 4 knokkers. Maar misschien dat er gewoon een 5e wel gaat lukken. Maar dan moeten we er nog 1 krijgen. Maar wel ziek nice. Gewoon een nieuwe knokker uit de knokdoos. Hoe groot is die kans? Echt niet normaal. Maar we gaan door. Gewoon lekker door met het openen van dozen. We krijgen nu trouwens die Omega Daryl skin. Die kon ik eerst niet krijgen op dit account, omdat ik Daryl nog niet had. Maar nu wel, dus die hebben we er ook bij, dus dat is wel leuk. Maar we hebben nu nog 180 edelstenen over. En dan is het even kijken wat we daarmee kunnen doen. Gil ga ik sowieso niet kopen. Ja, die epische aanbieding, ik denk dat dat de beste is. Dan hoeveel edelstenen heb ik over? Oh, dan kan ik ook nog die aanbieding kopen met 1 megadoos erbij. Oké, dan doen we dat. Dan ga ik eerst deze kopen. Dan krijgen we nu nog een megadoos. Nou, hier krijgen we nu niks uit. En dan hebben we nu nog genoeg edelstenen om deze aanbieding te kopen. Dan kan dat allemaal precies. Dan hebben we ziek veel aanbiedingen gekocht. Maar dan krijgen we eerst een epische knokker. En dat is Grom. Dus dit is de 4e knokker van deze video. En dan hebben we nog 2 dozen. Om zeg maar eventueel een 5e knokker te krijgen. Dat zou mooi zijn. En als we in één van deze 2 laatste megadozen nog überhaupt een item krijgen. Een gadget of een sterrenkracht. Dan hebben we in totaal 10 items gekregen. Dus in totaal 10 knokkers, sterrenkrachten en gadgets als je dat bij elkaar telt. Wat natuurlijk eigenlijk al heel ziek is. Maar Grom is mooi. En we hebben nu 5 resterende items. Oh, dan moet het in de laatste megadoos gaan gebeuren. In deze moet het dan gebeuren. Hierna zijn mijn edelstenen op en dan ga ik ook niet meer kopen. Weet je, dan heb ik alweer te veel geld uitgegeven. We kunnen wel door blijven gaan met geld uitgeven, maar na een tijdje moet je ook zeggen, stop, nu is het genoeg. Ja, en dat moment is na deze doos. Dus we gaan deze doos nog wel openen.
6 resterende items? Nee. Oké, nou ja, al met al wel een geslaagde video. Als je kijkt wat we hebben gekregen voor 360 edelstenen, is het niet normaal. Ja, 4 gadgets, een sterkracht en 4 knokkers. Waaronder een eepse chromatie en 2 super zeldzame. Al met al mag ik zeker van geluk spreken. We hebben echt gewoon een lijpe video weer in elkaar gezet. En als jullie nou ook hebben genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niemand zal de duimpje omhoog achter te laten. Voor alle megadozen die we nooit meer gaan zien. Ja, dit was echt het afscheid. Dit was het allerlaatste moment. Ja. Ah, nu niet allemaal huilen, hè? Niet huilen. Nee. Maar dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de bouwsarmbekleding. Hoi.